Een zeer goede avond. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen. En dan word je ouder en dan stopt dat gewoon. En dan lees je ze zelf meestal voor. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. Vandaag live vanuit Den Arenberg in Antwerpen. En ik heb hier naast mij een geweldige kerel, niemand minder dan William Boeva. Dankjewel, dank je. En we hebben een hele lieve, schattige titel gekregen. Er was eens een rosse zebra, heel belangrijk, een rosse zebra die verliefd was op een schildpad. Klopt. Dat wordt mooi, hè? Hier gaan we dan. Er was eens een rosse zebra die verliefd was op een schildpad. Huilde de zebra. Ik zit hier helemaal alleen. Niemand van de andere zebra's wil bij mij staan, want ik ben ros. En dat is heel ambetant, want als de leeuw ons ziet, dan ziet hij mij direct het eerste. Nu, naast de zebra zat er een hupsche gazelle. Maar waarom ben jij zo triestig? Is er niemand die jou graag ziet? Er is niemand die mij graag ziet, maar er is wel iemand die ik graag zie. Ah, wie? Vertel. Dat kan ik niet zeggen. Kom aan, liefde is zo belangrijk, zelfs als je ros bent. Is er altijd wel iemand die op rossen valt. Ja, maar ik kan het u gewoon niet zeggen omdat ik de naam niet weet. Ah, maar kun je zeggen hoe dat er maar uitziet? Of zo? Ja. Is het een vrouwtje? Ja, het is een vrouwtje waarschijnlijk. Dat weet ik niet. Ik heb alleen nog maar zijn kopje eruit zien steken. Ah. Er is namelijk hier in de buurt een klein riviertje. Is dat, je bedoelt Hilda de Schildpad? Ken je ze? Ja, ik ken Hilda de Schildpad heel goed. Want ik ga altijd in datzelfde riviertje drinken en dan doe ik een gesprekje met Hilda de Schildpad. Jij drinkt uit die rivier? Ja, als ik dorst heb. Maar Hilda, die kakt daarin. Ja, maar een gazelle kan daar tegen. Huh? Wij gazellen zijn heel sterk. En heel hups. Gezellig. En gezellig. Leuk. Kijk, jij bent ros, jij bent een zebra, maar je hebt wel humor. Ja, en ik kan ook zingen. Nou, doe eens. Nee, nu gaat niet, want mijn stem is wat schor. Oh, maar ik ben toch benieuwd om jouw stem eens te horen zingen. Ik zal nu al snel naar de schildpad lopen om te zeggen dat je er aankomt. En zo gebeurde ook. De schildpad, de gazelle liep naar de schildpad. Kwam daartoe, vertelde dat de zebra onderweg was. Jezus, man. Die gazelle kan snel lopen. Maar ik ben er toch geraakt. Dag gazelle, wiens naam ik eigenlijk niet weet. Ja. En dag Hilda. En op dat moment stak Hilda haar kopje uit haar schild. Hallo. Oh. Dag. Dag Hilda. Dag rosse zebra. Zeg maar Ed. Dag Ed. Hilda, kom je uit Limburg? Ik ben gewoon traag. Hilda, ik heb toch het gevoel dat niks gaat worden tussen ons. Oh, maar je zei dat je zo verliefd was op mij. Misschien kunnen wij samen iets beginnen. En dan na een tijdje kregen wij schildbras. Oh, het heeft gewerkt. Mijn mama heeft gezegd dat ik altijd hard to get moet spelen. Ja, ik zie jou wel zitten eigenlijk. Want echt? Bij mij is er geen één mannelijke schildpad die mij wilt. En hoe komt dat, Hilda? Omdat ik van onder mijn schild ziet ook ros. Ik ben een rosse schildpad. Maar ik ben een rosse zebra. Kijk, wij zijn gemaakt voor elkander. Ik stel voor dat we hier nu samen op dit tapijt stappen en rondvliegen. En zo gebeurde. De schildpad kwam uit het water, begon op de savanne mee te lopen met de zebra en verwijderde zich steeds meer en meer van het veilige water. Maar toen verscheen er aan de horizon een leeuw. De zebra zei, kom, we lopen weg. En de zebra liep weg. En de schildpad minder. Die liep ook wel weg. Weg, maar minder snel. Maar echt veel minder. De leeuw stopte bij de schildpad en
dacht bij zichzelf, ik heb nog nooit een schildpad gegeten. Even proberen. Volgens mij is dat wel krokant. We kunnen dat kraken als een nootje. En zo gebeurde dat de leeuw voor de ogen van Ed de zebra de schildpad probeerde op te eten. Maar het lukte niet helemaal, want het schild was namelijk te hard. Ah, was het te hard? Het was te hard. En Hilda werd dan niet opgegeten? Nee. Hilda overleefde. En Hilda zei, stop! Ik ben een rosse schildpad. En de leeuw stopte direct met eten en dacht, ja, inderdaad, een rosse schildpad kan ik beter niet opeten. En zo overleefde Hilda met allemaal krassen op haar schild haar eerste confrontatie op de savanne. En weet je waarom, Jeroen? Vertel eens. Omdat de leeuw ook ros was. En zo, dames en heren, werd de savanne meer en meer bevolkt door rosse dieren. Wat is nu de moraal van het verhaal? Dat als we willen dat ros niet te overheersend wordt, dat we moeten zorgen dat rosse mensen zich best niet voortplanten. Slaap lekker.